Goedemorgen, ik kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking, maar dat zijn hoge wolkenvelden. En met een stevige wind boven in de atmosfeer trekken die snel van west naar oost. Dat betekent dat we in de loop van de ochtend vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon zien schijnen. Het blijft ook droog en vanochtend is het 6 à 7 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot plaatselijk 9 graden. In het noorden neemt dan wel de kans op een buitje weer toe. In het midden en zuiden blijft het droog en daar schijnt dus nog steeds van tijd tot tijd de zon. We hebben te maken met een stevige wind vandaag, a 7 6, A7, in het binnenland winkracht 4, A5. Vanavond gaat het op meer plaatsen regenen, dus als je naar de kerstnacht mist gaat, neem dan je regenpak of paraplu mee. Ook komende nacht regent het nog en morgen overdag is het dan bewolkt, grijs en een beetje druilerig. Wel zeer zacht, eerste kerstdag wordt het 12 of 13 graden. Tweede kerstdag wordt het kouder, in de ochtend regent het nog, maar die regen trekt snel weg en daarna gaat de zon schijnen en dan komt de koudere lucht eraan. Vroeg in de ochtend 10 graden, maandagmiddag 6 à 7 graden. Dinsdag en woensdag is het droog en vrij zonnig. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.